Hey. Hoi. Vandaag is het 5 januari, de dag dat Peacocky uitkwam bij Mac. Dus we hebben een kleine shoplog voor jullie. Wonder boven wonder heb ik niks gekocht vandaag. Hey, applaus voor mij. Ik vond het toch niet zo spectaculair en ik had mijn zin op iets anders gezet, wat jullie zo meteen gaan zien. Ook erg leuk hoor. Ja. Maar Martine gaat beginnen met haar Peacocky items. Ja. Nou, om te beginnen zagen de dames er echt ontzettend leuk uit, ja. Vond ik zelf. Ze hadden zelf een strikje gefabriceerd, zo'n haarbandje met hier een strikje. En er is ook een blauwe lipgloss, misschien kennen jullie, heb je hem al gezien. Toen wij die zagen dachten we echt van, mijn god. En maar hun hadden hem dus op en wat hadden ze er nou, ze hadden er iets onder gedaan en de blauwe eroverheen en wat was dat? Zijn ze dan night? Spijt, night, een donker blauwe lipliner, geloof ik. Ja, en daar hadden ze dus dat blauwe overheen gedaan. Het stond wel leuk. Wel heel edgy, zeg maar. Dan ga je niet mee overdag naar je werk of school. Maar het was wel heel leuk gedaan, vond ik. Ja, voor hun is het natuurlijk wel een werk. Dus hun gaan wel zo naar hun werk. Ja. Maar het was wel heel leuk. Ik had mijn zinnen gezet op zich. Het leek me eerst niet spectaculair. Maar ik had mijn zinnen gezet op Exhibitionist en Sexpectations. Nou, ik heb ze alle twee even geprobeerd in de winkel. En ik heb ze alle twee gekocht. En dit vind ik echt een hele mooie lipkleur. Hij ziet er heel mooi uit. Het is een MAC Kissable Lip Color. Ik heb hem nu op mijn lippen. Die zijn nieuw, de Kissable Lip Colors. Ja. En de nieuwe Limited Edition eigenlijk. Doe ik zo wel. Ik heb deze op mijn ogen. En ik heb deze op mijn lippen. En ja, dit is een hele mooie. Het is eigenlijk een beetje een soort van de gloss versie, vind ik zelf, van de Toxic Teal. Volgens mij zei Heet zij nou? Temptalia. Christine van Temptalia. Christina heet zij toch? Zo? Ja, Christine. Ja, zij zei dat het een ander soort versie was. Iets van de... Ik weet niet eens meer wat ze zei, maar ze zei een soort donkerdere versie van een andere. Maar volgens mij, in mijn ogen is het meer Toxic Teal gericht. Het is wel een leuk Toxic Teal lookalike. Ja. Bij de review doen we wel swatches van Toxic Teal erbij, of niet? Ja, dat kunnen we even laten zien. Want dit truitje wat ik aan heb, dat is eigenlijk een soort van Toxic Teal truitje, noem ik het altijd. Want dit lijkt precies namelijk op die kleur, dus vandaar. Maar ik ben er wel heel blij mee. De textuur is echt super zacht, echt heel romig. En het plakt helemaal niet. Het is echt een heerlijke gloss en hij blijft volgens mij redelijk lang zitten. En wat kost je die? Ik heb het bonnetje heb ik maar verscheurd. Nee, volgens mij is die iets van 19 euro, denk ik. Ja, ja, dacht ik ook. Zal ik verder gaan met deze maar? Ja, ja, doe maar. Dan gaan we verder. Een Mega Metal Shadow. Dat is het is de kleur Sexpectations. Ja, die namen zijn echt hilarisch alweer. Maar dit lijkt me gewoon een hele mooie kleur. Want het is een beetje een... Hoe zal ik het eens omschrijven? Ja. Oh, voor het eerst open ik het doosje trouwens. Daar zijn jullie allemaal getuigen van. Ja, het is een hele... Het is een beetje een roodachtige plumkleur. Het ligt er maar net aan hoe je hem gebruikt. Een apart kleurtje. Het is een heel aparte kleur. En ja, bruin heb ik zelf ook al. En een beetje licht heb ik ook al wel. Dus dit vond ik echt zo'n kleur. Die heb ik helemaal niet. En leek me toch wel heel spannend. Het is een beetje roodachtig. Zoals je ziet, rood, bruinig, paars. Ik weet niet. Maar het is heel leuk. Je kan er dus een beetje een romantische look mee maken. Dat heeft Nienke, geloof ik, dat ze heet. Denken we. Heeft dat bij mij gedaan? Ik weet niet zeker of ze zo heet, maar... Je bent vergeten. Je hebt Janneke. Oh, sorry hoor. Ja, echt zo. Janneke Tjitske. Janneke Tjitske en we komen even niet meer op jouw naam. Nienke toch? Volgens mij Nienke, weet het niet zeker. Maar in ieder geval even een kleine full face. Wat ik nou eigenlijk allemaal op heb. Hier zie je, dat is de Sexpectations. En ik moet zeggen dat het op de camera bijna nog leuker is, nitter. Ze heeft er een beetje een... dit is een beetje meer een romantische look. Hierboven zit ook eentje van een Mega Metal Shadow. Ik weet niet meer welke. Dat was de witte. Ja, een beetje een wittige, een natuurlijke. En daar heeft ze dus mee gecombineerd. Dit is die gloss. Ziet er echt... ik vind hem zelf echt mooi. Ja, hij is echt heel mooi. Hij staat je super goed. Dank je. En dit vind ik ook echt leuk, die eyeshadow. Wat ze ook zei, is dat je hem... je kan ook smoky eyes maken. Willemijn en ik hebben al een paar dingen besproken hoe je dat kan doen. En als jullie het leuk vinden, kan ik natuurlijk ook een keertje een rustige hiermee maken. En op de andere juist een hele zware. Dat is misschien ook wel leuk. Dus dit waren mijn aankoopjes. Ja, ik vond dat het wel goed geslaagd was. Ik vond ook wel een paar dingen mooi. Maar ik heb mijn geld opzij gezet voor iets anders. Ik wilde namelijk nieuwe laarsjes. Goed, Willemijn, je hebt al schoenen genoeg. Ik heb laatst net 2 ballerinas gekocht. Maar doet er niet toe. Maakt niet uit. Schoenen heb je nooit genoeg aan. Ik wilde leuke laarsjes. Een beetje, ja, die kleur heet grijsje. Ja, dat is heel erg in beige en grijs, zeg maar, een beetje. Maar, ze waren wel leuk, maar ze waren 100 euro. Vond ik best wel duur. En
ja, straks naar stage moet ik elke dag een stukje lopen naar mijn stageplek. Dus dat, ja, je moet ook wel een beetje comfortabele schoenen hebben. En daarnaast kwam ik hele leuke schoentjes tegen. Vind ik zelf natuurlijk. In de uitverkoop bij Invito, waar ik dus die laarsjes zag. En dat zijn deze geworden. Heel stoer inderdaad. Echt super stoer voor mijn doen eigenlijk. Dus de binnenkant zeg maar met een rits. En hier beginnen de riempjes. En die loopt achter en langs door. Een beetje stuts en een riempje. Ja, dit is echt wel super stoer voor Willemijn te doen. Dat moet ik bekennen. Maar ik vond ze eigenlijk zo leuk. En ja, ze zijn leuk voor onder een broek zeg maar. En straks in de lente kunnen ze denk ik ook nog wel bij een leuke wat lichtere broek en een t-shirtje. Dus ik vond het eigenlijk wel een goede aankoop. Ze waren alsnog best wel duur. €70. En ze waren, het was... €110 waren ze anders. Er was korting in ieder geval, maar ik weet niet wat de korting nou precies eigenlijk... Maar ze waren 110 en ze waren nu 70. Dus nou, er ging wel echt flink wat korting van af en ik ben wel heel blij mee. Ja. Ja. En ze passen dus echt overal bij. De schoenen die ze eerst aan had waren een beetje dus meer dat crèche. En dat kan je toch volgens mij niet zo met heel veel dingen combineren. En dit zei de verkoopster ook nog, dat kan je met allemaal aardetinten combineren en zo. Ja. Dat is toch wel leuk. Ja. De details maken het echt super leuk, vind ik. Stutstoppen en zo, ja. Die riempjes, echt leuk, schattig. Ze zijn wel heel erg leuk, vind ik. Ja. En er komen wel weer wat complete looks of the day. Want dat valt wel goed in de smaak, geloof ik. Dus dat is wel leuk om te doen. Ja, gewoon hartstikke leuk schoenen. Hartstikke echt leuk. Hartstikke toppie. Leuk. Als we alle twee iets leuk vinden, dan moet het altijd super leuk zijn. Ik vond ze ook echt super staan bij de dag naam. Als wij allebei iets leuk vinden, dan is het best wel een wonder. Want we hebben echt wel verschillende smaken. En dus als wij dan allebei iets leuk vinden, hetzelfde met een strikje shirt, dan is het vaak ook wel echt heel erg leuk. Ja, dus dan vinden wij het samen inderdaad heel leuk. Wat de rest vindt, is natuurlijk niet onze mening. Nee, tuurlijk. Maar toen ze aan had, dacht ik, dan moet je een soort wow-factor gevoel hebben. En toen had ze aan en toen dacht ik, ja, die moet je echt kopen. Veel leuker dan die laarsjes. En toen liepen we naar buiten, toen hebben we nog staan discussiëren. Had ik nog niks gekocht? Ja. Zei ze van, nou kopen is wel heel erg leuk. En de hele tijd zei ze... En daarna heb je ook niks, hè, als je geld moet besparen. Ik zei, ja, anders kun je niet meer uit eten deze week. Jawel, leen je toch wat van mij? Uiteindelijk red ik het allemaal net. Ja, kijk, ze waren in de uitverkoop. En maandag zouden misschien deze maandag nog meer afgaan. Maar ik kon ze niet met zekerheid zeggen. Maar ja, je weet het nooit. En als ze weg zijn, ja. En als je iets graag wil hebben, dan heb je ook geen zin meer om te wachten. Dus, ja, ik ben hier echt super blij mee. En ik heb best wel moeilijke voeten, want ik heb hele brede voeten en... Ja, dit stuk is wel breed genoeg, dus dat was heel fijn. Laatste product wat ik kocht, of dat is echt hard nodig, ik moet mijn haar weer eens verven, is een haarkleuring van L'Oréal. De nieuwe? Die was €10. Ja, dat is een nieuwe... Haute couture. Een haute couture kleur, ja. Ik weet niet precies wat het inhoudt, maar goed. Het zijn gewoon twee nieuwe bruin tinten zijn. Dus Martine gaat zo mijn haar even verven, want ik heb ontzettend een bad hair day ook. Echt verschrikkelijk. Maar... Dan kan ik er weer even een tijdje mee door. En ze waren allemaal voor €10 bij de Ethos. Dus dat was wel even een goed koopje. Want deze zijn normaal €16. En zijn wel hele fijne haarkleuringen. Ik heb ook een hele tube met conditioner bij. Die is ook super fijn. Dus dit was hem weer. Onze aankoopjes. Oh ja. En we hebben nog bij de Douglas alle twee. Over het leuk. Een leuk testje. Het is volgens mij voor een beetje meer ouder wordende ogen. Maar... Ja, maar we konden hem wel gebruiken. Zijn de verkoopster. Kon allemaal geen kwaad. Ja. We gaan het proberen. All About Eyes Rich. Oehoe. Ja. Helpt de zichtbaarheid van donkere kringen verdwijnen en vermindert zwellingen, optimaliseert hydratatie, voorkomt vroegtijdige tekenen van huidveroudering. Ja, we gaan toch zo richting de 30 straks, hè? Ja. Kalmeert, verzacht en beschermt. Nou, ben benieuwd. Misschien kunnen we eentje gaan proberen. Ja. Dus, het is van kliniek, dus het zal misschien wel goed zijn. We weten het niet. Yes. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot snel. Yes. Doei. Oké. Hi. Hoi. Oké. 3, 2, 1. Hey. Hoi. Vandaag is het 5 januari, 6 januari. Dit is echt al gelijk domper. Ik denk 5. Ik denk ook 5. Volgens mij 5. Ja, toch? Ja, het is volgens mij zeker weten 5. Het is 5. Hopelijk op. Daar gaan we weer. Looper time. Warme toch? Ja. Oké. Heb je een beeld? Heb je een shot? Heb je een beeld? Wat een mooi plukje. Oh, het wordt echt tijd. Ik ga zo zitten in het plukje. Nou, vandaag zijn we. Nee. Oh, mijn plukje! Auw, stond ik bijna. Kun je bril? Nee, dat is ook stom. Nee, hij past niet onder mijn bril.
Het wordt echt tijd om te verhalen. Zo kan het wel. Ja, oké, zo blijven zitten.